Een gezin ging naar het adoptiecentrum om daar een extra kind voor het gezin op te halen. Mam, pap, hebben we nou echt een broertje nodig? Hey, hier hebben we het toch over gehad. Ik wil gewoon heel graag een zoon erbij hebben. Oké, dan. We hadden een afspraak om een paar kinderen te bekijken. Ja, dat weet ik. Ik hou even de kinderen erbij. Er zijn maar twee jongens bij. Klopt dat? Ja, op dit moment hebben maar twee jongens beschikbaar, maar het zijn echt kanjers. Nou, ik ben benieuwd. Nou, hier hebben we Dylan, een hele lieve jongen. Houdt van fietsen, zwemmen. Hoi. En dan hebben we natuurlijk ook nog Ilias. Dat is ook echt een fantastische jongen. Houdt van computers, zwemmen en nog veel meer andere dingen. Hoi. Mogen we nog even overleggen? Maar natuurlijk! Maar ik wil nog wel één ding zeggen. Dylan heeft deze week 50% korting. Ja, Dylan lijkt me toch wel sportiever. Nou, dan gaan we voor Dylan. Die is toch goedkoop. Nou, zijn jullie eruit? Ja, we nemen Dylan. Moet ik hem nog inpakken? Nee, we nemen hem zo wel mee. Dylan meekomen. Weer niet. Ik had er zo op gehoopt. Ze nam me bijna. Echt vet balen. Maakt mij niet uit. Volgende keer beter. Nou, eigenlijk is dat 50.000 euro, maar plus korting is het 25.000 euro. Dan wens ik u veel plezier met Dylan. En zo mocht Dylan met het gezin mee. Maar hij werd niet hetzelfde behandeld als de twee zusjes. Zo kreeg Dylan bijvoorbeeld geen fiets. Wanneer krijg ik eigenlijk een fiets? Nou, dat duurt nog wel even hoor. Wen hier alvast maar aan. Oh, wacht eens even. De rug zit een beetje klem. Hier, jij draag. Ja, draag jij hem maar. Hier, Dylan, draag deze ook maar. Verder zat hij tijdens het eten apart. En meiden, hoe was het vandaag op school? Heel erg leuk. Ik had vandaag een 8 voor mijn rekenen. Supergoed. En ik had een 7,5. Dat was echt geweldig. En ik had een 9. Lieverd, pak jij even de melk? Ja, natuurlijk. Mam, mogen we wat vragen? Tuurlijk, jullie mogen altijd wat vragen. We zouden heel graag op zwemmen willen. Mag dat? Ja, tuurlijk. Dat is toch leuk? Ja, en ook wel goed voor hun conditie. Jullie mogen op zwemmen. Yes! Ik zou ook heel graag op zwemmen willen. Dylan! Loop eens terug naar je tafel. Oké. Nou ja, wilt hij ook nog eens zwemmen? Ja, we geven hem al brood en water. Wat ondankbaar. Dylan was niet het enige kind wat slecht behandeld werd. In het adoptiecentrum werden kinderen regelmatig teruggestuurd. Ik vond het zo leuk in dat gezin. Ja, dat snap ik, maar het kan gebeuren. Denk je dat ik misschien nog terug mag gaan naar die ouders? Ja, ze hebben gezegd dat ze jou niet wilden. Dat hebben ze duidelijk gezegd. Oh, ze is teruggestuurd. Wat vervelend. Ja. Ik kan het nog zo naar mijn zin. Kijk, staat gewoon dat kinderen die geadopteerd hebben, kunnen hun niet zomaar terugbrengen. Het is belachelijk. We zijn niet zomaar producten. Kijk, artikel 21. Daar staat in, alle kinderen die geadopteerd zijn, moeten dezelfde rechten hebben als ieder ander kind. We moeten dit echt met iemand bespreken. Ja, ik weet wel iemand. De oma van Dylan, die is echt super aardig. Ja, weet je het nummer? Ja, mag ik je telefoon lenen? De ja. Kinderen hadden er genoeg van en besloten zelf actie te ondernemen. Ik zet hem wel even op speaker. Goedemiddag, met de oma van Dylan. Wilt u ons misschien helpen? We zitten hier in het adoptiecentrum. En het zal fijn zijn als we hier een nieuwe directrice krijgen. Iemand die op zijn minst nadenkt over kinderrechten. En gewoon een beetje van ons houdt. Wat een verhaal zeg. Nou, weet je wat? Ik ben toch met pensioen. Dus ik kan van de week wel eventjes langskomen om alles te bekijken. Dankjewel! Ondertussen zaten de ouders in de auto om hun dochters naar zwemles te brengen. Ze dachten dat ze Dylan alleen thuis hadden achtergelaten. Zie ik Dylan daar nou lopen? Hij zou toch niet alleen naar zwemles gaan? Ja, Dylan zei wel dat hij stiekem naar zwemmen ging. Ze parkeerden snel de auto om te kijken wat Dylan van plan was. Ik ga gewoon doen, want ik heb 3 weken lang niet gezwommen. Vanaf het thuis. Lievers, volgens mij loopt hij nu met jouw sauna-handdoek. Daar lijkt het wel op. Hoe durft hij? Eindelijk bij het zwemmen, want ik dacht dat ik er nooit zou komen. Ja hoor, hij gaat naar het zwembad. Ik heb genoeg gezien. We gaan hem terugbrengen. Ja, terugbrengen.
bonnetje. Hier had ik hem neergelegd ergens. Oh, kijk, hier is hij. Tot wanneer hebben we garantie? Tot vandaag. Dus we hebben geen tijd verliezen. Kom! Oh. Hallo, mevrouwtje. Familie van het Woud, wat doen jullie hier? Wat denkt u zelf? Geef het geld maar hier. Maar waarom dan? Nou, we hebben helemaal niks aan Dylan. Hij doet alles wat hij zelf wil. Hij luistert niet eens. Heeft u voor mij het bonnetje nog? Ja, tuurlijk. En we hebben nog precies tot vandaag garantie. Alsjeblieft. Ja, ik zie het. Ik neem hem wel mee. Kom mee. Dan ga je ook zomaar naar zwemles. Weet je hoeveel geld het kost? Ja, en het ging van mijn salaris af. Niet lang nadat Dylan was teruggestuurd, kwam de oma van Dylan aan bij het adoptiecentrum. Ja, ik ben toch met pensioen. En de kinderrechten gaan me echt aan het hart. Wat komen zij nou doen? Wat doen jullie nou hier? Ik kom het adoptiecentrum overnemen. Maar dat kan helemaal niet. Daar zijn regels voor, hoor. De regels die u verbroken heeft. Artikel 21 is verbroken van de kinderrechten. Ja, adoptiekinderen hebben ook rechten. Ik zou me inpakken als ik u was. Ja!